Dus, wij zijn in de Joshua Tree National Park. Dat is een klein beetje, niet een klein beetje, heel ver bij LA vandaan. Dus dat is best wel wat, was best wel een pittig aantje rijden. Maar je hebt hier ontzettend veel mooie bergen, een heleboel mooie bomen. Daarvoor staat Joshua Tree National Park natuurlijk bekend. Dus dat is, het ziet er allemaal echt fantastisch uit hier. En wij gaan nu Visitor Center in, even kijken wat wij allemaal moeten weten voordat wij een wandelingetje door het park gaan maken. Dus dat wordt best wel chill. Ik zal jullie zometeen ook nog even de camper laten zien. En dan komt dat allemaal goed. Dus tot zo! Want zoals jullie zien, het is hier ontzettend droog allemaal. Heel veel takken zijn gewoon echt, die kun je zo breken. Die kunnen zo op het kampvuur even een groot glasje erbij houden, klaar. Het fikt. Maar een paar weken geleden zijn hier dus gewoon, nog niet eens een week geleden volgens mij, zijn hier overstromingen geweest. Dat is echt vet vaag. En dan sta je hier ergens in een woestijngebied op een camping. Hoe vaag kan dat gaan? Echt verschrikkelijk. Het is hier echt s'nachts, was het hier gewoon 30 graden nog. Het is hier nu echt alweer ook een stuk warmer. Het is echt ontiegelijk warm. We gaan vandaag gewoon richting Grand Canyon. Dat dacht ik. Ik weet niet eens zeker. Maar daar komen wel wat toffe beelden van vanuit de auto. Want het wordt echt heel erg mooi uitzicht. Dus dat is heel erg chill. Gisteren hebben we nog even lekker gezwommen hier op de camping. Verder ga ik proberen om gewoon hele toffe beelden voor jullie te maken. En zou ik aan het einde van de vakantie ook even mijn mening over de vakantie geven. Van zou ik jullie dit aanraden om te doen? Of waarom wel, waarom niet, enzovoort. Dus dat is wel leuk, denk ik. Oh ja, en nog iets heel erg leuks. Ik weet niet of het leuk is, maar er zitten hier ontiegelijk veel vliegen. Die hebben we bij de Joshua Tree National Park naar binnen gelaten. En die willen niet meer weg. Die blijven bij ons. Ze zijn onze vriendjes geworden. Dus dat is niet heel erg, heel erg fijn. Ja, ik vind het en zij bij de Grand Canyon. Wauw. Want die velden. Het ziet echt heel erg tof uit. Ja. Kijk zelf maar. Het blijft toch best bizar dat dit soort auto's gewoon normaal zijn in Amerika. Dit is echt zo'n auto die je continu tegenkomt. Gewoon een Camaro of een Ford GT, een Ford Mustang, al dat soort auto's kom je hier normaal tegen. En wat, waar rijden wij in? Daarin! Waar rij je in een stomme camper? Kijk, daar heb je zo'n originele diner gewoon. Route 66 Mr. D's Diner. Holy shit. Oké, we zijn hier in de jungle. Dat is niet waar, we zijn hier niet in de jungle. Maar we zijn hier dus elkjes. Elks. Dat is het Nederlandse vertaling van die beesten. Hoe heet die beesten in het Nederlands? Iets bij de hert. Kijk maar. Hij is daar gewoon gras aan het eten. Wat? Wat een idioot. Neem vlees. Als je goed kijkt, kun je hem tussen de bomen doorzien. Hij staat daar. Zie je hem? Daar zo. Holy shit. Moet je hem daar zien dan? Heerlijk. Takjes aan het eten, gras aan het eten. Toch liever een hamburger.